Breda Nu. De Welzijnsweek kennen dit jaar zijn zesde editie. Dit is een week vol activiteiten voor senioren van onze stad. En vandaag gingen wij langs bij de rollatorloop. Wat is precies de rollatorloop? Wat houdt het in? Wij nodigen zo'n 200 mensen komen vandaag hier aan met allemaal bussen en taxis. Ze mogen hier op het terras heel even nog een kopje koffie drinken. En daarna gaan ze een ronde lopen van 400 meter of van 1000 meter. Dit heet de rollatorloop, maar je mag ook meedoen zonder rollator, had ik gelezen. Klopt, een wandelstok mag ook. Of als je wat slechter te been bent, of zelfs in een rolstoel mag het. We vinden het gewoon leuk, meedoen is belangrijker dan winnen. Er is ook geen tijdnotitie. Ja, dus ook maar, we proberen het zo echt mogelijk te maken, maar het gaat om de spreekwoordelijke eer eigenlijk. Dus rolstoelen zijn ook welkom. En iedereen krijgt een medaille? Zeker te weten. Bent u hier vandaag om te winnen of voor de gezelligheid? Ja, voor de gezelligheid meer, hè. Ja. Is het de eerste keer dat u meedoet? De eerste keer, ja. En wat vindt u ervan dat ze zoiets organiseren? Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Voilà, ik ben er eens mee weg, hè. Ja. Bent u hier om te winnen? Om te winnen? Nou, om gezellig te lopen. Ja, gezelligheid is beter dan winnen. Hele gezellige sfeer hier. Graag altijd weer terugkomen. En een lekker weertje. En een prachtig zonnetje vanwege de klep, hè. U heeft net de startschot gegeven. Wat vindt u van deze dag? Ja, het is natuurlijk een fantastische dag, vooral voor die mensen zelf. Deze mensen hadden vanochtend allemaal een keuze. De keuze was, ga ik heel de dag achter de geranium zitten of ga ik gewoon naar sprint en doe ik de 400 of de 1000 meter voor de rollatorloop. Ja, dan is er niks moois dat die mensen op die leeftijd, ik heb net gezongen voor een mevrouw, die werd 96, op die leeftijd nog heel de dag naar buiten gaat en dit soort dingen doet. Chapeau daarvoor. U bent samen met uw hondje over de finish gegaan? Ja. En hij heeft geen medaille gekregen? Nee. Dat vind ik niet kunnen. Zal ik er even eentje voor hem pakken? Ja. Dan ga ik er even eentje pakken. Voor hem gepakt. Goed gedaan. Breda Nu.